Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering komt capaciteit gezondheidsinstellingen tegemoet met ambulances. Minister Tjongahin informeert parlement omtrent voorbereidingen naar Surinaams klimaatakkoord. Geweldincidenten onder scholieren gaan KPS niet onopgemerkt voorbij. Ministerie van Sociale Zaken wil armoede op duurzame manier aanpakken. Suriname bereikt staff level agreement met IMF. En minister Kuldip Singh ziet resultaten effectieve prijzencontrole. Verschillende gezondheidsinstellingen hebben op woensdag 18 mei 2022 in totaal 12 ambulancevoertuigen in ontvangst mogen nemen. De regering komt hiermee de capaciteit van de gezondheidssector op een adequate manier tegemoet. De overdracht van de voertuigen vond plaats op het terrein van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, waar ook president Chandrika Prasad Santokhi aanwezig was. Het staatshoofd legde de nadruk op het verbeteren van de gezondheidszorg. Vandaag is een bijzondere dag voor alle gezondheidsinstellingen. Ambulances hebben een brugfunctie van de zorgverlening naar de gemeenschap toe en tussen zorginstellingen. Middels ambulances kan de zorg in heel vroeg stadium naar de patiënt toe worden gebracht en kan de continuïteit van zorg tussen instellingen gewaarborgd worden. Gedurende de COVID-periode hebben de ambulances van haast alle instellingen around the clock gereden. Maar met name de ambulances van RGD en AZ hebben het moeten ontgelden. De RGD-ambulances die moesten de COVID-positieve thuis ophalen en AZ die moest de complexe en erg zieke COVID-patiënten vervoeren. Het was geen gemakkelijke taak. Niet voor de RGD, niet voor AZ, maar ook niet voor de overige instellingen die overigens ook de COVID-patiënten moesten vervoeren. We hebben dit alles gedaan terwijl wij op een gegeven moment wisten dat de betaling voor de verritten niet door de verzekeraars werd vergoed. Ik ben zeer verheugd. Ik zat echt uit te kijken naar deze dag vanuit het ministerie. Mevrouw Redan weet het ook, we hebben lang gesproken hierover. En we hebben gekeken, president, naar de behoeften, maar ook de rol die daarnet is weergegeven van de verschillende instellingen in het ambulancepark van Suriname. En ik ben blij dat in ieder geval de donatie van Japan, waar wij ook ruim 2 jaren aan gesleuteld hebben, ook geleid heeft tot inmiddels het opleveren en het aanwezig zijn van deze ambulances, waardoor we in één geheel vandaag voor het eerst 12 ambulances kunnen schenken aan de instellingen, zodat de samenleving en die hulpeloze burger, maar ook de zieke patiënt, vervoerd kan worden op een professionele wijze in een, u mag het straks zelf bekijken, in een hele moderne ambulance, welke voldoet aan de moderne eisen en welke ook dusdanig ingericht is dat de praktische layout van de ambulance ook bevorderend is voor het welzijn van de patiënt en de zorgverlener. En we zijn er vandaag hier op een zeer gezegende dag om een zeer belangrijke handeling te verrichten naar de Surinaamse samenleving. U heeft al gehoord, dat gaat om 12 ambulances, waarvan ieder van 9 door de staat aangekocht, overgedragen gaan worden aan de samenleving via de zorginstellingen. Ziekenhuizen die moeten samenwerken op heel wat gebieden. We hebben gezien hoeveel weerstand en hoeveel vertraging er niet geweest is op het gebied van de niertransplantatie. Vanaf ons aantreden zijn we bezig om dit goed aan te pakken. Maar ook daar waren er issues. Soms beleidsmatig, soms financieel,
maar veelal ego's. Veelal ego's. Die zorgen dat een belangrijke doelgroep daar niet op tijd geholpen kan worden. Samenleving, gefeliciteerd. Ziekenhuizen, gefeliciteerd. Maar ik kijk ook uit naar een goed onderhoudsplan, goed beheersplan, goed inzetplan, zodat we in lengte van jaren gebruik mogen maken van deze kapitaalinvestering, waar het volk geïnvesteerd heeft in de aanschaf van deze ambulances. Suriname moet voorbereid zijn op een worst-case scenario van climate change. De wateroverlast waarmee het land te kampen heeft, kan volgens minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu veel erger als er niets gebeurt. Onderzoek naar dit fenomeen staat, aldus de bewindsman, buiten kijf. Minister Tjongahin sprak op dinsdag 17 mei 2022 in de Nationale Assemblée. Hij ging in het college in op de voorbereidingen rond een Surinaams klimaatakkoord waar een ieder bij betrokken zal worden. Het geacht lid Vreedzaam die vraagt of er onderzoek is gedaan naar de kwestie van wateroverlast in Brokopondo, op zoetwatervissen en what have you. Dat is nog niet opgestart. Ik denk wel dat het noodzakelijk is. Ik denk omdat, ik ben niet van iets begonnen met de definitie van climate change. U mag zelf uw conclusie trekken. Ik ga die conclusie niet trekken wat er precies gebeurt, omdat ik denk dat er te weinig onderzoek nog is gedaan om te zeggen climate change of niet. Wat ik wel zeg is, we hebben een State of the Climate rapport. Hebben wij vorig jaar, dacht ik zo, ook aan uw college doen toekomen. Daar zijn modellen uitgewerkt en daar zien we een beetje van wat er zal kunnen gebeuren bij de verschillende scenario's van climate change. Dit is een trailer en het kan veel erger als er niets gebeurt. We moeten onderzoeken omdat wij voorbereid moeten zijn op een worst case scenario van climate change. Dus het onderzoek waar u het over heeft, zal moeten komen. Hebben we het nu al gedaan? Ik denk dat het te vroeg daarvoor is, of laten we het zo zeggen. Dit heeft ons verrast, we zagen het niet aankomen. Maar dat onderzoek gedaan moet worden, dat staat gewoon buiten kijf. En het betrekken van inheemse en tribale volken, daar ga ik mee eindigen, voorzitter. Ook wat dat betreft moet ik zeggen dat de benadering bij het milieubeleid eentje is van inclusiviteit. We moeten dat. Dat is voorgeschreven in het Parijsakkoord, maar dat doen we ook in de praktijk. Mijn collega van openbare werken die de vorige keer heeft gesproken namens mij, heeft aangegeven dat... Heeft aangegeven dat wij nu op dit moment voorbereiden een klimaatakkoord, een Surinaams klimaatakkoord, dat tot stand zal komen na overleg met alle stakeholders, na overleg met ook de tribale volkeren, iedereen die zal vertegenwoordigd zijn bij onze eigen klimaatsummit, inclusief de donoren, om zodoende te komen tot een klimaatakkoord voor Suriname. In de afgelopen periode hebben zich onder scholieren meerdere gevallen van geweld, waaronder steekincidenten, voorgedaan. Dit is het Korpspolitie Suriname niet onopgemerkt voorbij gegaan. Milton Bishop is woordvoerder van de politieorganisatie. Hij gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname in op het beleid en de aanpak van het KPS wanneer het gaat om geweld onder jongeren en of scholieren. We merken
een situatie de afgelopen periode, de afgelopen dagen en voornamelijk de afgelopen 2 weken, om het zo te zeggen, dat er veel gevallen van geweld onder jongeren, en vooral steekincidenten, zich hebben voorgedaan. Wat is er volgens u gaande? Dat is treurenswaardig. Ik denk dat we... ik denk dat er een stukje macho gedrag, ja, meegaan met de negatieve stroom, beïnvloeding van buiten. Het zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. Maar desalniettemin is de politie nooit in een hora-stemming. We zien, daarom komen we dan terug op dat gedeelte van preventie. Ja? Er mag geen verslapping plaatsvinden, maar alle actoren zijn nodig. En daarom via uw platform. Het begint ook thuis. De man van de straat. Ieder thuis ook moet er worden gesproken met de kinderen. Want gedrag, normen en waarden gaat men niet altijd of gelijk in de schoolbanken, maar het begint thuis. Dus wij zeggen, we zien inderdaad een bepaalde trend. Ik kan dit niet bevestigen of staven met cijfers. Maar in ieder geval is het wel een zorgpunt, omdat wij de afgelopen 2 weken hebben gezien, ja, dat jongeren negatief in aanraking zijn gekomen met de politie. Jongeren negatief op de beeldbuis, ja, zijn verschenen op het toneel. Maar wij zeggen, we moeten doorgaan. We moeten ook de jongeren erbij betrekken. En daarom hebben we ieder nodig. We zien het gedrag. Het gedrag vooral. Het gedrag van de jongeren. Maar we kunnen dat begrijpen. De tijd is ook veranderd zo'n beetje. We zien dat de sociale controle is nagenoeg. Ja, mensen zijn bang om de sociale controle uit te voeren. Omdat een of andere reden. Maar vroeger, ja, back to the basic. We moeten gaan waarbij we zeggen, we gaan veiligheidskleppen inbouwen. Op school, op straat. Maar thuis vooral, de basis moeten wij leggen thuis. En daarom roepen we de actoren op die ermee belast zijn. Laten we gaan kijken, gezamenlijk. Laat het niet alleen voor de ouders, niet alleen voor de politie. Maar ik pleit ervoor, sinds 2015, dat op integraal niveau. We moeten dichter bij elkaar komen. De buurtorganisatie, de man van de straat. Ja? Alle actoren, en laten we nu met een plan komen. Want de politie is er. Die zal zeker optreden, repressief, wanneer het kwaad al is geschied. Ik zeg het zo mooi, mosterd na de maaltijd. Maar ik zeg nee, wij moeten voorkomen dat jongeren vervallen in de criminele circuit. Wij moeten ervoor zorgen dat, wat doen wij? Preventief is de politie bezig, maar het is, geloof u mij, niet voldoende. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is er voorstander van om armoede op een duurzame manier aan te pakken. Zo sprak minister Urakit Ramsaran op dinsdag 17 mei 2022 in het parlement. De bewindsman ging tijdens de vergadering rond de vaststelling van de ontwerp staatsbegroting in op vragen regarderende zijn departement. Minister Ramsaran bleef onder meer stilstaan bij de armoedebestrijding. Zijn departement wil zelfredzaamheid en zelfstandigheid stimuleren. Voorzitter, door de leden van uw geachte college zijn er vragen gesteld regarderende armoedebestrijding. Ik kan uw geachte college het volgende informeren. Het ministerie van SOSAVO is voorstander van om armoede op een duurzame manier aan te pakken. Voorzitter, er is een beleidsprogramma armoedebestrijding en deze behelst de volgende componenten. Dat zijn 6. De materiële ondersteuning aan ouders met een drieling. 2. De continuering van het schoolpakkettenproject waarbij scholieren door het ministerie ondersteund worden met een schooltas en schoolbenodigdheden. 3. De toekenning van voeding aan overheidscrèches en particuliere sociale instellingen. 4. Vanwege hun financieringsprobleem, dat we ook kijken naar de financiële aspecten. 5. Toekenning van voeding aan kwetsbare gezinnen in de samenleving en de uitvoering van speciale projecten ter behoeve van deze gezinnen om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te stimuleren. De 6e was om te kijken naar onze gezinscoaching en om ervoor te zorgen dat wij dat stimuleren om de gezinnen te helpen om uit de benade situatie te geraken. Voorzitter, zoals reeds in de eerste ronde aangegeven, richt SOSAVO zich op het voeren van een integraal beleid waarbij er niet alleen wordt gekeken naar het geven van materiële ondersteuning, maar ook immateriële ondersteuning. Middels deze aanpak probeert SOSAVO de gezinnen de nodige ondersteuning te geven en is er sprake van gezinscoaching.
Begeleiding en opvoeding horen natuurlijk tot de componenten ervan. Gezien dat deze de belangrijkste pijlers zijn voor het ontwikkelen van een sterke gezin. Wij willen dat de kwetsbare gezinnen uiteindelijk uit hun benarde situatie geraken en zelfredzaam worden. Suriname en het Internationaal Monetair Fonds, IMF, hebben op basis van de uitkomst van de tweede review een staff level agreement bereikt. In verband met deze tweede review vertoefde een team van het IMF vorige week in Suriname. Uit de review blijkt dat de fiscale en monetaire targets zijn behaald, zei het sommigen met enige vertraging. Er is weer sprake van economische groei en de inflatie neemt langzaam af. De netto internationale monetaire reserve is gestaag gegroeid en bedraagt $566 miljoen, oftewel 3 maanden importdekking. De internationale stijging in de olieprijs heeft grote impact op de kostprijs van brandstof en elektriciteit. Binnen het programma zijn daarom een aantal aanpassingen overeengekomen om burgers zoveel als mogelijk te ontzien. De verhoging van de stroomprijs zal gefaseerd worden uitgevoerd. Er komt ook een overbruggingstarief met gratis afname tot een bepaald verbruik. Dit tarief wordt vrijgesteld van toekomstige verhogingen. Kostenbesparende maatregelen binnen de IBS zullen aan de andere kant helpen verhogingen zoveel als mogelijk te beperken. Met de SLA is de volgende stap gezet richting de IMF Board Meeting eind juni voor de formele goedkeuring en voltooiing van deze review en daarmede ook de derde tranche betaling. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zet zich in voor een beter prijzenbeleid. In dit kader worden er in alle districten intensieve controles uitgevoerd. Het thans gevoerde beleid heeft volgens minister Reshma Kuldoep Singh geresulteerd in lagere prijzen voor basisgoederen. De bewindsvrouw deelde de Nationale Assemblee op dinsdag 17 mei mede dat het werk wordt voortgezet ondanks het geringe aantal controleambtenaren en gebrekkige vervoersmiddelen. In mijn eerder betoog, voorzitter, heb ik al gesproken over een beter prijzenbeleid waarmee bedoeld wordt dat er onder meer intensievere controles uitgevoerd zullen worden in alle districten. Het thans gevoerd beleid heeft in de afgelopen 2 weken geresulteerd in lagere prijzen voor basisgoederen in de winkels. Zonder reclame te maken over de winkels wil ik u enkele producten snel aangeven, voorzitter. Aardappelen per kilo is van 15 naar 12,50 gegaan. Uien van 15 naar 12,50. Spijsolie, Bonlife van 89 naar 69,50. En knoflook van SRD 60 naar 43. We zien, voorzitter, dat het werkt. Die controle werkt wel. We gaan niet alle winkels kunnen aangeven, maar in vele winkels dat we hebben gecontroleerd, hebben we deze prijzen aangetroffen. Suriname bestaat inderdaad niet alleen uit Paramaribo, Wanica en binnenland, voorzitter, zoals hier was gevraagd, maar ook uit andere verre districten die wij, wanneer wij controle doen, die ook zullen aandoen. Wanneer ik hier in uw college het prijzenbeleid uiteenzet, voorzitter, bedoel ik geheel Suriname. In de conceptbegroting van EZ voor 2022 zijn derhalve ook landelijke controlewerkzaamheden begroot. Momenteel, voorzitter, vanaf mijn aantreden 3 weken geleden kijk ik naar 29 ECD'ers die landelijk moeten opereren en 2 halve auto's. Maar ik kan u garanderen, voorzitter, dat het werk voortgezet zal worden en dit zal binnenkort veranderen. Op de vraag over goederen geprijsd in vreemde valuta kan ik u mededelen dat volgens het prijsaanduidingsbesluit, staatsbesluit 1998 nummer 15... Artikel 6 en 7, goederen die ten verkoop worden aangeboden in de Surinaamse dollar aangeduid dienen te worden.
Op de vraag wanneer de prijslijsten van de basisgoederen geplaatst zullen worden in de winkels, kan ik u meegeven dat deze lijsten reeds aanwezig dienen te zijn en 2 wekelijks al gepubliceerd worden. Ze moeten dus elk moment geplakt zijn in de winkels. Met betrekking tot een planning met targets wat de ondernemers kunnen verwachten, zoals prijscontrole, prijscalculatie en winstmarge, kan ik u meegeven dat dit alles vervat is in 1 controleplan, voorzitter. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.